Het was feest in Bibliotheek de Marienburg in Nijmegen. Zondag vond er de 5e editie van het Kletskoppen Kindertaalfestival plaats. Op het festival leren kinderen van 2 tot en met 12 jaar en hun ouders op een speelse manier hoe taal werkt. Naast allerlei taalspelletjes en experimenten zijn er verschillende voorstellingen en workshops over taal. Nou, het is een dag over taal, een wetenschap waar je alles kan ontdekken over hoe taal in elkaar zit, hoe taal heel erg mooi is en hoe je heel veel plezier kan beleven met taal. Hier staan we op de wetenschapsplein. Hier staan er allerlei spelletjes die ten grondslag iets met de wetenschap, taalwetenschap te maken hebben. En wat heb je allemaal al gedaan? Nou, een spoedcursus Koreaans. Een beetje me ze laten leren om Koreaans te spreken en ook een beetje te schrijven. Kort conversatie en een liedje. En ook de medeklinkers en klinkers van de Koreaanse taal. Maar je kunt hier wel zelf zinnetjes maken die een beetje grappig zijn. Omdat er een grappige combinatie van woorden in staat. Zoals bijvoorbeeld mama eet een broodje poep. Nou, de zinnetjes met een broodje poep of een onderbroek, die zijn wel favoriet. Maar ook wel, er zit een pannenkoek ook in. De jongen ligt op de pannenkoek. Nou, dat vinden kinderen ook heel erg grappig. Hey, dit is een tafel die stelt dus het brein voor. En dan gaan we allemaal verbindingjes maken door het gooien van de dobbelsteen. Dus ze gooien eerst een dier en dan gooien ze of welke kleur heeft het dier, welke huid heeft het dier of waar woont het dier. En dan gaan we allemaal verbindingjes maken. En dat stelt dan ook het brein voor. Hoe meer verbindingjes, hoe sterker dan de connectie eigenlijk ook in je brein is. Het is een spel om zelf woorden te maken. Door een stukje te pakken waar al een morfeem op staat en dan met letters er een nieuw woord van te maken. Ik vind woordiseren wel een hele mooie, dus nieuwe woorden maken. Het gaat, als men aan taal denkt, denk je vaak aan het Nederlands. Natuurlijk heel erg belangrijk. Maar er zijn heel veel meer talen aanwezig in onze samenleving. En vaak kreeg ze geen plek. De bibliotheek doet het heel erg goed. Die hebben anderstalige boeken. Ze doen ook heel veel dingen met meertaligheid. Nou heet het hier Welke talen spreek je? Welke talen spreek jij? Arabisch. Arabisch en Nederlands, want je verstaat mij. Ja. Ja, ja. En wat moet je hier doen bij dit tafeltje? Ik moet een paar vragen maken en er staan meestal tekstjes bij en ik moet ze dan proberen te vertalen naar het Nederlands een beetje. Ja, so here we have something called the photohoekje. So children can come here with their parents or teachers and pick the languages that they speak from our table of props and then they get a nice picture that they can take home after a day of language fun. Yeah, so they hold them, they can have a nice pose and take a photo with their family and we give it to them so they can take it home.